harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast en dat is Ton Keuken. Ton, van harte welkom. Je bent raadslid namens het CDA in Neder-Betuwe. Dat is een hele mooie gemeente, maar wel anders, compleet anders als bijvoorbeeld Tiel, hè? Het is compleet anders als Tiel, dat is correct. In de periode dat ik nog niet in de raad zat, heb ik wel duidelijk gemerkt dat er enige aversie tegen Tiel was. Ik denk dat er op dit moment meer wordt gedacht in samenwerkingsverbanden, dat we samenwerking met Tiel nodig hebben. Ja, er gaat binnenkort ook gesnuffeld worden aan elkaar, heb ik begrepen. De raden zijn on speaking terms, zullen we maar zeggen. Herindeling, om er maar eens even eentje in te gooien. Nou, is dat nog een brug te ver? Nou, ik denk dat er inderdaad een brug te ver is. Maandagavond hebben we een gezamenlijke bijeenkomst met de gemeenteraad van Tiel. Nou, daar zie ik best naar uit. Hè, want het zal voor velen ook een nieuwe ervaring zijn. Ik ken natuurlijk de meeste raadsleden van Tiel wel uit een ander verband. Maar het zal voor velen een aparte ervaring zijn. En misschien dat we daardoor wel een stap dichterbij komen. Maar herindeling, ja, ik heb niet het gevoel dat ik dat nog mee ga maken. Nee, oké. Okay. Maar goed, snuffelen aan elkaar is niet goed. Verkeerd. Samenwerken met name, hè, want Tiel is toch wel een hele belangrijke partner in de regio. En wordt zoals door de provincie Gelderland ook zo gezien. Ja, zelfs door het Rijk. En ik denk dat wij het heel verstandig gaan doen om met Tiel goed samen te werken. Ja, in Tiel spelen andere issues dan in Neder-Betuwe, maar ook dezelfde. Bijvoorbeeld de AVRI. De AVRI speelt in Neder-Betuwe met nadruk. Wat is er waarom zit die AVRI daar? Wat is daar aan de hand? Nou, we hebben natuurlijk kunnen constateren dat we in de afgelopen jaren in het groen wel zeer sterk achteruit gegaan zijn. Het openbaar groen. Ja, het openbaar groen. En het is zo dat als je kijkt naar de vuilophaaldienst, dan zeg ik AVRI top. Groen, slechter hebben we het nooit kunnen hebben. En daar hebben we ook onze bezwaren tegen aangetekend. En ik moet heel voorzichtig zijn om dat zo uit te drukken. Maar dat is nergens voor nodig hoor. Wij vinden wel dat we naar een private partij toe moeten. Dat vinden wij als CDA gewoon. In Tiel heb je een partij, dat is de Partij van de Burgers, die ook al in een artikel 41 brief heeft aangegeven. Nou, wat kost het en wat zijn de mogelijkheden om eventueel afscheid van zo'n AVRI te nemen? Is dat in Neder-Betuwe ook al aan de orde? Wij hebben ook als CDA in een betoog gezegd dat we nu de kans hebben met het uitreden van Nerijnen om de zaak ter discussie te stellen. Het zal niet makkelijk zijn. Maar als we er niet over gaan praten, weten we ook niet waar we staan. Nee, en heeft CDA binnen Neder-Betuwe daar een meerderheid voor, of niet? Ik denk dat wij binnen Neder-Betuwe, dat de Raad van Neder-Betuwe zeker heel erg geïnteresseerd is in het feit wat de gevolgen zouden zijn als we zouden uittreden. Dat is okay. Zeker. En eerst heeft men nog gezegd van we hebben nog niet zo van die uitgesproken partners. Hè? Mm-hmm. Dat is in het algemeen bestuur van de AVRI zo ook waarschijnlijk gebleken, als ik de reactie van de Burense wethouder mag geloven. Maar inmiddels staat Buren op en zegt van we zijn er ook niet tevreden over. Dus daar komt wel iets op gang. Wat vervolgt? Dat wordt zeker vervolgd, ja. Neder-Betuwe, en vooral ook op Heusden, is natuurlijk, laten we maar zeggen, wel een gedeelte van die Bijbelbelt. Hè. SGP is in de gemeenteraad een hele grote partij. Is dat prettig samenwerken met die club? Ja, wat ik als eerste wil zeggen, is dat het een club is met een hoog niveau. Dus er zitten waar mensen... baseer je dat op? Nou, er zitten heel veel mensen in die gestudeerd hebben, mm-hmm. Die titel dragen. En het is dus een club met een hoog niveau. Ja, sure. Ik vraag dat omdat in de gemeenteraad van Tiel bijvoorbeeld, ik heb wel eens met de raadsleden gesproken van stel je nou eens voor dat er één grote gemeente was. Dan komt de SGP ook in Tiel, zullen we maar zeggen, krijgt daar een stem met zomaar 4 zetels. Ik denk 6. Zou zomaar kunnen. Ja, dat denk ik wel. Ik heb daar wel eens uit zitten rekenen. En ik denk dat 6 zetel is. Dus in dat verband zou ik niet zo bang zijn. Terwijl dat helemaal niet bij Tiel past. Dat was eigenlijk dan het verhaal erachter. Maar is dat koudwatervrees? Ik denk dat het koudwatervrees van beide kanten.
Want je moet in de Tweede Kamer ook regeren en je moet in de provincie ook regeren. Ja. En dan doen ze dat ook met elkaar. En denkbeelden van de SGP anno 2017 ten opzichte van bijvoorbeeld 10 jaar terug, hoe zit dat? Volgens dat is anders. Jouw mening? Dat is anders. Kijk, als je breder in de wereld kijkt, mm-hmm. en dat doen die jongelui ook, vakanties, studiereizen enzovoort. Ja, dan ga je zien dat de wereld in jouw omgeving anders is dan de werkelijkheid. Dus ja. Daar anticipeer je dan wel op, terwijl ze ook heel strikt wel aan hun gedachten goed vasthouden. Ja, maar dan weet je in ieder geval wat je daaraan hebt. Ik vind dat je aan de SGP, daar heb je wat aan. Ja, je hebt in ieder geval aan twee kanten wat aan. Eén, het is een betrouwbare partner. Twee is gewoon zo, ze hebben ook heel veel kennis in huis. En door het feit dat ze dus 8 zetels in de gemeenteraad hebben, kunnen ze de onderwerpen goed verdelen onder elkaar. Dus er kan beter uitgediept worden als een fractie van 1, 2 of 3. Ja, hoe kijk jij tegen lokale partijen aan? Hè? We hebben in Tiel debacle meegemaakt van ProTiel. Die kwamen met 8 zetels in de raad in 2002, meen ik. En onlangs is de laatste overgestapt naar een andere partij, naar de Partij van de Burgers, weliswaar ook een lokale partij. En hoe zit dat in Neder-Betuwe? Nou, wat vind jij daarvan? Nou, in Neder-Betuwe is het denk ik iets anders. Ik denk dat de partijen die op dit moment in de gemeenteraad zitten, best geworteld zijn. Waar baseert dat op? Nou, het gemeentebelang heeft een geschiedenis. Griesling heeft een kortere geschiedenis, maar dat is ook al, dateert ook al van het begin van de 80e jaren, denk ik. Toen Van der Slikken met zijn protestants-christelijke groepering eindelijk de basis legde voor RPF toentertijd. PvdA doet er lang mee, SGP doet er lang mee, CDA doet er lang mee. En VVD doet er lang mee. Dus eigenlijk is het zo dat we toch een vrij stabiele constellatie hebben in de gemeente, samenstelling hebben in de gemeente. Ja, ik verwacht zelf ook dat in Tiel, hè, op dit moment heb je aardig wat lokale partijen, dat het uiteindelijk weer stabiliseert in de zin van een grote stem. Is dat goed dat je zeg maar een partij hebt die een landelijke achterban heeft? Nou, ik vind het wel goed dat je partij hebt met een landelijke achterban, maar je kunt ook heel veel kennis weghalen. Dat een lokale partij een flinke keer op de tafel rammelt, ja, dat die komt, dat is goed om de zaak wakker te houden. Dus daar heb ik niet zo'n probleem mee. Maar het switchen van de ene naar de andere partij kan in mijn ogen niet. Nee, een zetelroof hebben we het dan over. Het is een duidelijke zetelroof, ja. Maar goed, de wet van de wet mag het. Ja, het. Zeker. Ja. Dus dan kan het. Ja, maar ieder zichzelf respecterend mens, ja, die heeft ervoor gekozen om een programma te ondersteunen. En als hij dat op een zeker moment niet meer kan of zich beledigd voelt door een partijgenoot en opstapt naar een andere partij, ja, dan moet hij gewoon opstappen en naar huis toe gaan. Ja. En niet op die zetel blijven zitten die dan weliswaar door de eigen partij heeft veroverd, maar die moet gewoon naar huis toe gaan. Ja, maar goed, is in de wet niet vastgelegd. Het is in de wet niet vastgelegd, dat vind ik slechter. Dat is ook in de Tweede Kamer, al die splinterpartijtjes. Ik ben altijd al uitgesproken geweest voor het Duitse systeem. Ja, haal de kiesdrempel en haal je geen kiesdrempel, dan moet je naar huis. Jan Wolberg, mijn collega. Ja, die is eigenlijk dezelfde mening toegedaan. Is dat een vriend van je? Jan zit ook in de raad, hè, in Neder-Betuwe, PvdA-fractievoorzitter. Wij hebben een haat-liefde-verhouding. En dat is meer liefde, kan er is meer liefde dan haat. Ja. En die PvdA, dat geluid wat in Neder-Betuwe te horen valt, hoe doen ze dat? Nou, ik vind het sociale gezicht is minder. Dat vind ik gewoon. En polarisatie is niet direct mijn ding. Nee, oké. Okay. Dus op dit moment. Nee, je ziet ook landelijk dat die partij aan het worstelen is. Ja. De identiteit. En ik zou daar meer. Dan zou ik eerder kiezen voor gedegen opereren vanuit je gedachtegoed. Mm-hmm. Dan overal op hakken. En dat is wat er gebeurt? Dat is wat ik zie. Ja, goed. Ik ken de details niet, maar ik. Kan beamen dat Jan daar wel een goede in is. Daar is Jan meester in. Ja.
Dus wat dat betreft. En ik wil er ook bij zeggen, ik heb daar geen problemen mee hoor. Want iedereen moet doen wat hij denkt dat hij moet doen. Mm-hmm. Maar ik ben meer voor besturen. Stabiliteit brengen in het bestuur, daar staan we voor. Ja, we hebben de coalitie gevormd. Helaas hebben we ondertussen tot de conclusie moeten komen dat er een bepaalde chemie weg was. Ja. En hebben we een andere keuze gemaakt. Dat was wel jammer, want er zat wel een kwalitatief, naar mijn mening, goede wethouder. Dat, Vincent van den Bos. Je zult daar mij ook niet over horen zeggen, dat is zo. Is hij kind van de rekening geworden? Ik denk dat hij, zo voel ik het kind van de rekening van het verleden is geworden. Maar dat is wel jammer, want je moet het wel met elkaar doen. Ja. Maar goed, daar gaan we het dan over een andere keer nog wel over hebben. Je had het over een stabiel, goede club. Jouw eigen vereniging, jouw eigen club, het CDA. Hoe staan jullie ervoor? Nou, ik heb aangegeven toen mij de vorige keer vroeg om in de raad te gaan. Dat was niet mijn bedoeling. Nee, maar het was nodig, hè? CDA het was ging, op dat moment. CDA ging niet fantastisch. Vond men dat nodig? Mm-hmm. Nou, toen heb ik ook duidelijk de lijn uitgezet. Ik heb gezegd, ik wil 4 jaar doen. Ja. Binnen die 4 jaar ga ik nieuwe mensen recruteren. En dan gaan we kijken hoe we de kwaliteit kunnen verbeteren rond. Een soort van doorselecteren op mensen? Ja, rond de fractie die er zit. Mm-hmm. En ben ik de eerste die opstapt. Oké. Okay. Nou, dus. Helder verhaal. Oftewel, zo meteen zit jouw periode van 4 jaar erop. Mijn periode erop. Absoluut. En we hebben natuurlijk een unieke periode gehad in de gemeente Neder-Betuwe. Maar er zaten 3 keukens inderdaad. Ja. Dus noemen ze het keukenblok, hè? Dat was het. En de keukentafel. Hè? Ja, werkte dat ook zo of niet? Nou, weet je. Zul je nooit toegeven trouwens? Jawel, daar kan ik best over spreken. Ja. Het is heel simpel zo dat mijn broer is wethouder, die heeft zijn gedachten. Mijn neef Willem, die heeft ook zijn uitgesproken gedachten, maar die zie ik nog steeds zichzelf wel eens inhouden. Ik ben meer degene die toch wel wat zegt. Ik vind dat mijn broer de integriteit zelf is als wethouder. En ik heb nog wel eens het gevoel van ik kan nog wel een beetje naar links en ik kan nog een beetje naar rechts. En wij proberen ook dat CDA daar wel naar te kijken. Waar kunnen we de verbinding zoeken om de juiste balans uit de voorstellen te halen. Maar is het niet zo dat bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje, waar je in een familiaire omstandigheid bij elkaar bent, dat het nog wel eens botst? Nee, nooit. Nee, never. Mijn oudste broer zit erbij, die zegt het is allemaal niks. Ja. Ja. Weet je? Nee, wij spreken ook op verjaardag wel over politiek, maar ik kan niet constateren dat daar wel eens een meningsverschil ontstaat of zoiets. Die ruimte die is er, als die er is. Ik denk dat we in de eerste plaats familie zijn. Ja. Nou, dat is mooi natuurlijk, ja. Simpel genoeg. Er spelen nog een aantal issues, hè, behalve de AVRI, woningbouw. 100 woningen in Dodewaard die er neergezet moeten worden, wat speelt daar precies? Nou, wat er speelt, dat zal waarschijnlijk nooit helemaal op tafel komen. Nou, maar jouw kennende weet je best wel hoe dat. Ja, ik wil daar ook wel het mijne over zeggen. Ja. Kijk, wij hebben daar, wij hebben als raad toch wel ernstig aangedrongen op woningbouw in Dodewaard. Mm-hmm. Daar zijn ook wel bewegingen gekomen vanuit Dodewaard, waar gevraagd is om woningbouw voor jongeren. Want je moet je kern leefbaar houden. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen een grote voorstander van. Mm-hmm. Niemand uitgezonderd. Het probleem was echter dat de grond in handen was van projectontwikkelaars. En waarom dan projectontwikkelaars niet in beweging kwamen, dat heeft meer te maken met interne dingen dan dat wij zouden kunnen beïnvloeden. Nou, uiteindelijk heeft het college van burgemeester en wethouder besloten om op eigen grond toch maar te gaan ontwikkelen. En ondertussen kregen we Dodewaard, of kregen Neder-Betuwe meer woningen toegewezen. Nou, het heeft te maken met die woningcontingenten. Ja, dat zijn zaken die aanleiding geweest zijn tot bij de projectontwikkelaars tot de herziening van hun standpunten of om in beweging te komen. En daar is vanuit het college van burgemeester en wethouders ook alles aan gedaan.
In de afgelopen tijd heeft Amy Matthijssen van de Partij van de Arbeid in schriftelijke vragen en in mondelijke vragen, daar werd het een en ander van gezegd. Maar dat waren ook al uitspraken, waar ze misschien niet aanwezig waren, die ik kreeg antwoord van de wethouder, die ik gehoord heb op vergadering van de Stichting Woningbeheer Betuwe, zeker in voorbereidende vergaderingen. Dus ik vond in principe die vragen ook niet de zaken doende, maar ze is altijd vrij om ze die te stellen. Ja. Nou, vanuit Dodewaard kregen wij gewoon de indruk van, ze vinden dat dat Amy Matthijssen daar die woningbouw op gang gebracht heeft. Nou, ik zeg je vanuit mijn wetenschap dat daar vanuit de gemeente van alles aan gedaan is. Niet alleen door die persoon? Zeker niet. Nee. Die heeft daar geen enkele rol in gespeeld. Ook niet het initiatief van de jongeren, wat ik zeer waardeer, hè, dat ze dus naar buiten gekomen zijn. Dus, dat waardeer ik zeer, want de bevolking moet opstaan om de leefbaarheid te verbeteren. Het zijn andere factoren geweest die we allemaal niet in beeld hebben of kunnen krijgen of niet kunnen mogen brengen. Mm-hmm. Ja. Maar heeft zij die zelf geweten of niet? Misschien niet. Misschien ik denk, niet of niet? Nee, ik denk niet. Ik denk dat bijvoorbeeld mijn netwerk veel groter is, ook binnen de wereld van de projectontwikkeling, omdat er zelf ook maar nog... Maar zeg je nou eigenlijk van, nou, dan had ze beter naar mij moeten luisteren? Nee, ik denk dat ze gedaan heeft wat ze dacht dat ze moest doen. Daar heb ik geen moeite mee. Nee, maar alleen, ik heb wel bezig, maar ik vind het wel een probleem. Op Facebook werd het een discussie tegen elkaar en vervolgens komt het in de krant. Ik vind het wel een probleem als de PvdA dus de woningbouw in Dodewaard claimt. Ja. Ja, want dat is niet zo. Ja. Misschien voelen ze dat zelf niet zo, maar ik voel dat wel zo. Ja. Dus heb ik op Facebook mijn mening daarover gezegd. Ja. En die mening, laat ik zo de feiten die erin staan. En die logen er niet om. Die logen er niet om. Nee. Nou, vervolgens is daar de nodige herrie over ontstaan. Dan heeft het de Gelderland het geframed. Dus het is veel groter geworden dan. Smullen geblazen. Veel groter geworden dan. Eigenlijk in mijn gedachten zat. Mm-hmm. Maar ik heb daar niet zo moeite mee. Dat is nu eenmaal de politiek. Belangrijker is. Dat is ook democratie. Dat is ook democratie. En belangrijker is dat die woningen in Dodewaard gaan komen. En dat we daar met z'n allen aan gewerkt hebben. En of de een nou zegt, dit is mijn vlaggetje, of de ander zegt, dit is vlaggetje, ik heb de coalitie verdedigd. En Jan Wolberg zegt in één reactie op social media, Ton Keuken die kent zijn rol als raadslid niet, want die moet juist kritisch zijn. Ja. Nee, ik ben coalitielid. En ik sta voor mijn coalitie. En mijn coalitie, die heeft daar andere gedachten over. Wij hebben daar met keihard met z'n allen aan gewerkt. Ook wij hebben de wethouder in onze coalitievergadering bij de kraag gegrepen van waar doe je eraan. En die heeft ons daar helder uitgelegd wat voor dilemma's dat die en dat is het belang. En dat is het belang gewoon. Onze coalitie die staat voor het werk wat de wethouder heeft uitgevoerd. En dat moet Jan Wolberg ook een keer gaan begrijpen. Ja, maar goed, ook Jan gaat stoppen, heeft hij aangegeven. Dus hij die gaat nooit stoppen. Hij heeft nog een paar maanden. Die gaat nooit stoppen. Nee? Nee, die gaat nooit stoppen. Let op mijn woorden. Links of rechts komt hij voor de tuin. Oké, nou dan gaan we dat vanzelf meemaken. Heb je trouwens nog wel uitgesproken met de vrouw in kwestie of blijft er dan nog een zweem hangen? Nee, ik begreep dat tijdens haar reactie dat zij bij de wedstrijd Zulte-Waregem Vitesse zat. Ja. Dus die liep al niet zo goed volgens mij. Nee, dus dan kan ik begrijpen dat je een beetje chagrijnig bent. Nee, ik zal er zeker nog over spreken. Dat ze, kijk, als jij, dan denk ik allemaal weer een kop koffie erbij. Hey, leg ik heb daar geen moeite mee hoor. Dan ben je er wel. Ja, nou goed, ik heb daar geen moeite mee. Ik vind ook dat, ik zou best ook willen zeggen tegen haar van, ik vind het goed dat je die vraag gesteld hebt. Maar ik vind het jammer dat in de voorbereidende vergadering die we allemaal gehad hebben in de afgelopen tijd, mm-hmm, waar jouw vragen eigenlijk al aan de orde geweest zijn, als je erbij geweest was, dan had je het waarschijnlijk ook geweten. Ja, oké. Okay. Nou, die kop koffie, als die geweest is, dan kom ik nou eens even met z'n tweeën vertellen hoe de vlak ervoor staat. Ja, en verder vind ik Amy altijd aardig meid. Ja, en ik heb begrepen ook dat zij niet terugkomt. Ja, dus ik wens ze ook met haar plannen voor de toekomst
En haar verliefdheid zeer veel succes. Nou, dan ben je wel uitermate aardig geweest. Ja. Hey, tot slot, het CDA in Neder-Betuwe staat eigenlijk wel op de kaart. Jullie zijn nu een partij met 3 personen, hè, en hebben een wethouder geleverd. De wethouder die stopt zo dadelijk. Betekent ook, je hebt het al een beetje aangegeven, dat het doorgeselecteerd moet worden. Dus nieuwe mensen vinden. Kun je al iets aangeven hoe het eruit gaat zien? Laat ik zo zeggen. Ik weet officieel nog niet dat de wethouder stopt. Jij zei dat in de voorbereiding al tegen mij, maar officieel is dat nog niet bekend. Maar we hebben de campagnecommissie, we hebben de programmacommissie, we hebben de kandidatencommissie. Ik ben de campagneleider voor de komende periode en daardoor wel overal bij betrokken. Ja, wij gaan in ieder geval voor kwaliteit. Dus dat betekent een stevige lijst? Dat heb ik 4 jaar geleden gezegd toen ik aantrad. Ik ga nieuwe mensen erbij zoeken. En die zoektocht is wat mij betreft ook niet na deze verkiezingen ten einde. Wij zullen door moeten gaan selecteren, ook in de breedte van het CDA. Om dus mensen te recruteren. Actief te worden in de politiek. Dus in die zin blijf je betrokken bij de lokale politiek? Jij zult me zeker terug horen. Nou. Die verzekering die geef ik. Nou, dat is dan een mooi slot van onze babbel. Ja. Hey, mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.